Ik kreeg gisteravond nog een dikpik van iemand. Wow, dit is een kokring en een dildo. Oh, lig je al in bed? Oh, heb je gedoucht? Goed zoenen en een beetje geluid maken en dan... Och. Ik ben hier nog steeds soort van trots op, maar ook niet. Sorry mam, sorry papa als jullie kijken. Dag lieve kijkers van Ensemble, Jukkie en Danny hier. Bij de tweede aflevering van Guy Talk, de Christmas special. Welkom bij onze pornografische kerstboom. Met kokringen en allemaal andere gekke dingen. Het onderwerp gaat deze keer over seksuele spanning, dus let's go. Danny, take it away. Wat versta jij onder seksuele spanning? Dat je het letterlijk spannend vindt en lichtelijk nerveus. Dat je iemand heel aantrekkelijk vindt en eigenlijk aan één ding maar kan denken. Dat is zeg maar, hoe zou het zijn om seks te hebben met jou? Iets wat je kleine vriend gewoon even een paar prikkels geeft. En dat kan van alles zijn, maar het zit hem voornamelijk in een blik. Met een blik en een kus en een topje van ze vraag ik jou, sta voor gek. Hebben we het trouwens al gehad over de roze olifant in deze kamer? Hello. Jij hebt seksuele spanning gehad met iemand in deze kamer. Iemand achter een... Ben je nou zeg maar high sensitive en voel je de seksuele spanning door je beeldscherm heen branden? Is tussen hem en iemand achter de camera. Soms is het ook echt soort van dat je gewoon in iemands ogen ziet dat iemand je echt aankijkt van I wanna fuck you very hard. Ik denk dat daar voor mij een soort van seksuele spanning echt begint. Een soort van die spannende, zie je dit? Nee, maar... Het is er gewoon. Als je met iemand een bepaalde klik hebt of een spanning, een appje sturen of wat dan ook, dan kan het heel snel tot iets komen. Dat ze zegt dat ze een geil pakje aan heeft of zo. Weet je nou niet waar we het over hebben? Spoel even 20 seconden terug. Oeh, daar gaan we. Doe je aan sexting? Ja, dat doe ik wel. Ja? Nou ja, even heel simpel. Ja, ik doe aan sexting. Dus ik stuur wel eens vieze berichtjes op de WhatsApp. Nou ja, jij niet denk. Ho. Hoezo niet? Ik heb veel getoerd. Ik ben wekenlang zonder mijn vriendin geweest. Nou. Dus om heel kort te zijn, nee, nooit gedaan. Nee, nee mijn vriendin doet het en ik hou daar niet zo heel erg van. Ja, ik wil het niet verwarren met dickpics en zo, want daar ben ik niet van. Nee, ja, ik ook niet. Heb ik wel eens gedaan, maar in een opwelling ook dat het net nieuw was en dat het WhatsApp helemaal zo makkelijk ging allemaal. Ja, zo begon het allemaal. Voor mij. Ja, eerlijk. Ja. Zo van, haha, ik ben niet gay, maar wel... Een beetje goor doen. Ik ken sommige vrouwen die het helemaal niet van houden. Ja. En ik heb het wel eens geprobeerd en dan krijg je meteen zo van... Oh. Maar dickpics, shit? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nooit een dickpics, toch? Shit. Toch? Ik kreeg gisteravond nog een dickpic van iemand. Maar echt zomaar uit het niets. Ik was gewoon, ik lag in bed, ready to go to sleep. En het echt zo, pling. Wow, dat was echt een super grote piemel. Zomaar uit het niets. Okay. Ik weet wel dat jij wel gewoon wel, je krijgt wel sexy kiekjes. Sexy kiekjes, ja. Ik denk dat het ook een voorbereiding is op als je uiteindelijk wel gaat daten, elkaar gaat zien of uiteindelijk weet dat je wel met die persoon in bed wilt. Ja, je weet wat voor vlees je in de kijk hebt. Precies. Snap je? Dan weet je een beetje van, als iemand echt gewoon totaal niets is, dan denk je van ja, misschien toch een beetje een saaie chick of zo. Laat maar zitten, ja. Mij niet bellen. Ik heb ook wel een soort meegemaakt dat je dan dat totaal skipt, dat hele onderwerp, en dat je dan met iemand in bed belandt en dat je dus eigenlijk gewoon al van het moment één een soort disconnectie merkt. Zeester en geen geluid. Weet je hoe raar dat is? Iemand die gewoon echt zo daar lag, maar ook gewoon geen geluid maakte. Dat was echt soort van met mezelf. Ja, dan maar seksen. Dan weet je in ieder geval van, hey, maak jij geluid? Ben jij een zeester? Ja of nee? Ik heb wel eens voor de gein, zeg maar, en dan had ik gegoogeld, micropenis. En dan, zeg maar, was ik in een soort van sexting grap. En dan, en toen zei ze, stuur jij ook eens een foto? En dan stuurde ik een foto van een micropenis. Oh ja. Oh god. Hoe groot is jouw piemel? Geef een voorbeeld van een sexting berichtje dat je zou sturen naar iemand. Ja, all in. Zal ik mijn telefoon even pakken dan? Ja. Als je jonger bent, dan ga je natuurlijk wel een beetje eromheen draaien. En dan durf je niet zo to the point te komen. En dan ga je wel van, hey, en wat ben je aan het doen? Oh, lig je al in bed? Oh, heb je gedoucht? Nu ben ik wel gewoon, dan gaan we wel gewoon erop af. En dan is het wel van, hey, uiteindelijk wel te onderzoeken van wat ze fijn vindt. Eventueel wat verstandjes, dat soort dingen probeer ik dan wel al naartoe te gaan. Ja, ja dan sta je al 100%. Precies. Ja. Ik ben wel eens in Azië geweest en dan dacht ik, nou, ik ga toch eens even kijken of mijn vriendin dan in de mood is. En dan begon ik dan met van, nou, ik mis je kontje tegen me aan. Ja, ik snap eigenlijk wel dat ze daar geen fan van is. Nee. Ik ben hier nog steeds soort van trots op, maar ook niet. Sorry mam, sorry papa als jullie kijken. Ja, ik had een tijdje geleden had ik een jongen op Instagram gezien en die had een schilderij gemaakt van zijn eigen billen eigenlijk. Dus ik had daarop gereageerd met, oh ja, leuk, mooi. Vroeg ik ook van, oké, zijn het je eigen billen? En ze zei, ja, het zijn mijn eigen billen. En toen zei ik, nou, op zich mag jouw schilderij wel een keer op mijn gezicht komen zitten. Oh. En toen stuurde hij dus de foto van dat schilderij, die hij dus had nageschilderd. Toen zei ik van, nou, bij nader inzien mag niet alleen je schilderij, maar ook jij op mijn gezicht komen zitten. Oh.
En well, it actually worked. Maar niet iedereen kan het waarderen hoor. Sommigen die zeggen van, onbeschoft. Nou, ik had laatst iemand, zeg maar, die was gewoon heel veel sport of zo. Dus ja, ik sport elke dag en ik deel elke dag 50 kilometer mee. Dus ik zeg, ja, zeker met je tieten en je kont zeker. Oeh. En zij zei, nou, dat vind ik wel heel erg onbeschoft. Zin in je, dan, ja, ik ook in jou, ja, wat zou je dan doen? En dan wat zou je met me doen, is een berichtje wat ik wel eens voorbij heb zien komen bij jou. Ach. Worden geen namen nog steeds niet genoemd. Ja, mij stuurde constant wel bikinifoto's naar mij toe. Nee, pardon, het waren geen bikinifoto's. Het waren elke keer wel thuis, maar dan wel voor haar spiegeltje in haar slaapkamer met dan weer een nieuw jurkje. Maar allemaal wel spannend, weet je wel. En toen was ze op vakantie. En toen zei ze van ja, ik ga zo naar het strand. En dat, dus toen dacht ik, nou, dan zal die bikini ook wel komen. Ja, zo. Ja, 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 ja. Toen zei ik, oké, vergeet niet een leuke bikinifoto te sturen of zo. Toen zei ze, nou, dat had ik dan niet van je verwacht. Ja, oké. Ik heb meteen mijn excuus aangeboden. Oké, ja, sorry, misschien heb ik jou verkeerd begrepen van tevoren. Of jij mij. Ja, als het op een gegeven moment vraagt van wat zou je me willen doen, ja, dan vertel je gewoon. Wat je wil doen op dat moment, toch? Je kan bal in de mond. Ja, dat soort dingetjes. Kokring om. Kokring bij jou, deze jongens. Die blauwe, ja. Nou. Ja, vriend. Leuk. Je weet dat er twee Indonesische gasten komen, hang je dit in de boom? Nee, dat is flauw, hè? Ja. Nou, oké. Okay. Hop, daar zijn we dan. Hoe kan jouw partner / scharrel jou opwinden? Dat is niet zo moeilijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Mijn vriendin heeft wel de maniertjes. Ja. Kijk, weet je wat ik heel ik zeg ja. Ja, ook ja zeggen. Zeg jij dit over mijn vriendin? Oh, ik gooi die kopring zo weg. Als ik een relatie met een meisje had en dan dat ze in één keer naar mijn werk toe kwam en dat ze dan gewoon op het moment dat iedereen weg was, horeca natuurlijk, trok ze in één keer mijn blouse van mijn lijf af. Dat gebeurt gewoon zo. Dat geeft natuurlijk ook wel, dat is ook wel super vet. Fucking vet! Ik had het in mijn relatie, had ik het heel vaak, dat ik dan soort van, dat we gingen knuffelen. En dat ik dan na anderhalve minuut een boner heb. Dus dan, hè, vrij duidelijk. Dan gaat ze douchen. Als hij dan helemaal schoon komt en zeg maar, ze heeft dan een groot t-shirt aan en daaronder niks. En dan loopt ze zo naar de slaapkamer en dan zie ik zo haar billen. En dan net dat randje van waar zeg maar dan de bil er been wordt. Als ik dat dan zie en dan zo soort van loopt ze naar die slaapkamer, dan denk ik, ja, dit is wel sexy en dit is gewoon mijn vrouw ook. Hè? Ik heb ook al een keer meegemaakt toen, het is echt wel best lang geleden, was ik nog heel jong. Toen had ik met een van de mails afgesproken van, denk ik, 35. Ja. Ja. En zij deed dus, dat ging dus heen na het festival, zij deed dus de deur open, maar een soort van een katoenenachtig truitje, maar dan met van die grote gaten, weet je wel. Dus je kon er gewoon dwars doorheen schijnen. Zo met net met een stringetje er, net erboven, weet je. Ja. Ja, dan denk ik van, dit is wel dit is wel gaande, ja. Ja. Lekker muilen, tongzoenen, dat werkt ook heel goed. Kusjes in mijn nek. Nou, nah, dat wil ik net allemaal zeggen. Ja, sla me even goed zo. Maar als wij in bed liggen, dan is het vaak meer, dan gaat ze een beetje tegen me aan liggen, een beetje kriebelen. Ik heb zo'n dat noemen ze erogene zones, maar dan zit hier en dan gaat ze hier zo'n beetje me lies. Nee, ik inderdaad gewoon een soort van het knuffelen en dan ineens soort van even je positie switchen en dan eigenlijk ben je gewoon volop aan het grinden met elkaar. En ja, ik hou van pijpen. Ja, als gepepen wordt, zeg je dat? Is dat een sterk werkwoord? No. Nee. Pijpt wordt, dan is dat sowieso. Ja, dat is wel belangrijk. Maar ook wat iemand aan heeft. Ik zat dan op de dansacademie. Ja, die joggingsbroeken. Ja, joggings? Nee, ik zei joggingsbroeken. Zo'n grijze joggingsbroek. Daar zijn we denk ik wel over eens, toch? Ja, ja, ja. Waar je dan nog zo'n goede dickprint in kan zien. Oh, ja. Ik hou gewoon van zoenen. Als het daar al een beetje begint, dan ben ik heel snel om, hoor. Een hele sexy tongzoen kan echt heel geil zijn, inderdaad. Ja, gewoon goed zoenen en een beetje geluid maken en dan, dan is de broek al uit. Laatste aan toe te voegen, lingerie is hartstikke leuk. Maar ze zijn wat minder in de mode, maar die vrouwenboxers, die vond ik ook wel keihard. Die Calvin Klein, die Tommy Hilfiger boxers. Die boxers of die strings? Nee, die boxers. Die waren een tijdje. En dat is nu weer minder. Nee, dat vind ik een beetje mannelijk, man. Geef jouw beste tips aan de kijkers om hun seksleven tot een hoger niveau te tillen. Nou, deze speeltjes gebruiken. Toch wel bepaalde berichtjes sturen. Lingerie ook weer. Glazen dildo. Handboeien. Ja, nee, speeltjes zijn sowieso leuk om te gebruiken. Gekke plekken. Poppers. Seks op de trap. Poppers, echt fantastisch, serieus. Poppers. Ja. Ik heb daar dus wel een keer aan geroken op een festival. Toen ik er een beetje licht van in mijn hoofd. Ja, dat is dus ook de bedoeling. Ik heb ook altijd gezegd overal waar ik zeg maar dan werkte voorheen. Ja, weer even vlammen, ja. Voormalige werkgevers, die hebben die niet gehoord. Staat die aan?
Het is ook best lekker dit. Ja, wat ik dus heel erg heb gemerkt om dingen spannender te maken, en dat is eigenlijk heel saai, maar wel echt denk ik een van de meest belangrijke dingen, is gewoon communiceren. Met iemand praten over wat je nice vindt, wat je behoeftes zijn, dingen die je spannend vindt. En zo zou je altijd soort van met iemand tot nieuwe dingen kunnen komen. Nou ja, kijk, als je eenmaal een beetje met elkaar vertrouwt en het is allemaal goed, dan kan je ook een keer kijken of je een vrouw of een man erbij wilt, toch? Oh, je bedoelt trio's? Huh? Nou, er wordt weer gekeken in deze zaal. Ik moet zeggen, deze hele aflevering draait maar om één ding. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, ik zit te fucken, maar... Even kijken wat hier voor verrassing onder zit. En een paarse dildo, god! Wow! Met een... Wow, dit is een kokring en een dildo. Dus hier zit je pik in en dan kan je zo woep en dan kan deze in de reet. Is dat waar het waard voor is? Holy shit, ja, dat kan dit in de reet. Of dat is zo groot. Of misschien als je... Jouw pielemoos dan hier tegenaan zit dan zo. Waar dan? Zo. Dan is hij extra dik. Of niet? Gaat het helemaal naar binnen, inclusief je pik? Nee, ja, weet ik veel. Ja, nee, ik heb wel eens dingen zien verdwijnen erin. Dat kan prima. Kijk hoor. Dit was Guy Talk met 6 niet super spicy vragen. Maar ik beloof je de volgende aflevering. Dus kijken. Bloedje heet. Net zoals deze. Maar moet je wel eerst in kokend water leggen. En dan rectaal inbrengen. Wie heeft hier mee? Dat was er weer, aflevering 2. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, wij wel. Hartelijk dank voor het kijken. Koop een dildo. Veel plezier. En tot de volgende keer. Liken, abonneren, commenten. Vergeet ik nog iets? Nee. Make your life sexy.